Hebben over Ramadan. We gaan kijken wat de mensen er allemaal wel niet vanaf weten. Let's go! Doei! Wat verstaat u onder het woord Ramadan? Volgens mij betekent Ramadan een vaste maand voor de moslimmensen. Waar denkt u aan als u het woord Ramadan hoort? Aan islam. En wat nog meer? En aan vasten. En aan het suikerfeest. Aan vasten, niet eten. Bij ons opgang, of naast ons ondergang wel. Vasten. Niet eten. Vasten. En niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang. En het idee is, dacht ik, dat het is om stil te staan bij de armoede in de wereld. Ik zou niet weten wat het onder verstaat. Maar ik weet wel ongeveer wat het is. Gewoon een soort van vasten wat wij, zeg maar, voor de Rooms-Katholieken hebben. Zo ongeveer dezelfde periode. Nou, ik weet dat je dan moet gaan vasten. Dat is het enige wat ik weet eigenlijk. Ramadan is voor mij een heel belangrijk woord. Wat ik versta onder Ramadan is bewust worden van de mensen om mij heen. Mensen die minder hebben dan ik. En gewoon één worden met jezelf. Toch jezelf zuiveren. Dat is toch de vaste maand, geloof ik. Voor de moslims. Om hun geest te zuiveren of zo, denk ik. Omdat het moet van Allah. En er wordt veel gebeden gedurende de dag en gedurende de avond. Weet je ook hoe vaak? Nee. 5 keer. Goed zo. 5 keer. Ja. Nou, dat wist ik niet. En wat doen ze dan die gehele dag? Gewoon wat ze normaal gesproken doen, maar met iets meer honger, denk ik. Ze mogen niet eten, alleen maar water drinken, volgens mij. Niet eens water drinken. Ik kijk een beetje vragend. Bidden. En weet je ook hoe vaak ze per dag bidden? 3 keer per dag? Lichaam reinigen of zo. Of aan de medemens denken. Van andere, van qua, hoe noem je dat? Mensen die zeg maar het minder hebben. Oh, dat weet ik allemaal niet. Ik ben wel zo opgevoed, maar het is allemaal. En weet je ook waarom ze het doen? Volgens mij is het om de, nee, eigenlijk weet ik het helemaal niet. Vast jij zelf ook? Ik vast zelf ook, ja. Hoe lang al? Vanaf wat voor leeftijd? Dat ik echt mee heb gedaan, actief meegedaan, is vanaf mijn 11e volgens mij. Of vanaf mijn 12e. Nee, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nee? Ik heb wel veel Marokkaanse vrienden, maar ik heb ze nooit gevraagd eigenlijk. Stom. Die dag, het is een maand Ramadan toch? Ja, maar ik bedoel, wat doen ze zeg maar in een dag? Niet eten, niet drinken, niet roken. En 's avonds wel eten als het donker is, als de zon onder is. En weet u ook wat harira is? Nee, geen idee. Rijst. Geen idee, ik heb het nooit van gehoord. Dat weet ik niet. Het is een gerecht. Oh, ja, ja. Kan het een stoofpot zijn? Het is vast heel veel zoet. Ik heb echt geen idee. Ik kan het je niet vertellen. Harira. Nee, geen idee. Okay. Ik zou het echt niet weten. En wat is dat dan? Misschien is wat je wel mag eten tijdens de Ramadan. Nee. Het is Marokkaanse soep. Ah. Ja. Lekker. Iets met kokos of zo? Met? Kokos of zo? Of nee, rijst? Of? Het is Marokkaanse soep. Oké, nou klinkt goed. Nee. Wat zit erin? Krijgt u de sfeer, zeg maar, wat de moslims met kerst krijgen? Krijgt u dat ook van, zeg maar, van de Ramadan? Nee, ik heb toevallig gehoord dat de Ramadan, zeg maar, begonnen is, maar het gaat een beetje langs me heen. Sorry. Nee, kan ik niet zeggen. Nee, want ik. Ik denk dat de Ramadan meer naar binnen gericht is. Kerstmis is aan de buitenkant zichtbaar door bomen en versieringen. En dus voor Ramadan geldt dat niet. Dus ik denk niet dat het opgaat. Ja, ik merk het wel, ja. En hoe merk je dat dan? Nou, ik studeer op het AMC en dan hebben ze altijd, dan, als de zon ondergaat, hebben ze zo'n maaltijd. Waar dan iedereen die meedoet aan de Ramadan mag daar gaan eten.
Nou, ik kan me voorstellen dat, ja, dat het wel een familiefeest is. Dus dat je samen eet en ja, samen elkaar ondersteunt overdag. Dus dat gevoel herken ik wel in kerst inderdaad. Let u erop? Als mensen vast of zo dat je gewoon gaat eten voor hun neus of zo? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar ik weet wel dat toen ik op de lagere school zat, dat het wel zo was dat ze daar mee bezig waren. En dat we daar wel rekening mee hielden als er kinderen bij ons in de klas zaten die aan het vasten waren. Het werd dan wel uitgelegd, maar tegenwoordig eigenlijk niet meer. In de loop der tijd heb je wel wat vrienden meegemaakt die gewoon moslim zijn natuurlijk. En ik heb nog steeds vrienden die moslim zijn, dus ik weet wel een beetje hoe of wat het inhoudt. Maar hetzelfde het gevoel heb ik er niet bij, nee. Ja, ik denk het wel. Lekker veel eten, toch? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Of ik een bepaald gevoel krijg bij Ramadan? Nee, want ja, ik doe niet aan Ramadan, dus ik krijg er ook geen gevoel bij. Gedraagt ze zich ook anders dan dat ze wel eten? Nee, ik merk daar niet zoveel van. Ze worden niet chagrijnig of zo? Nee, waarom? Ja, ik werk bij Albert Heijn, dus daar eet bijna niemand meer. Als we ergens naartoe gaan en je wil gewoon wat eten halen of zo, en dan eten hun niet. En dan moet je wel goed nadenken van als je wat gaat kopen, dat je het niet hun ook nog eens aanbiedt om ook wat te gaan eten. Want dat is gewoon niet echt respectvol of zo. Ik geloof wel dat het heel gezellig kan zijn na de Ramadan. Suikerfeest of schapenfeest of zo. Ja, dat komt er allemaal wel. Ja, dus ik geloof wel dat het wel een feest is dan voor. Dit was Urban Street. Tot de volgende keer. Wel kijken, hè?